gevraagd of ik ook nog iets wilde zeggen. Ik ben Marijn Schijfers, wethouder in de gemeente Geelze en Rijen. Ik had even contact van tevoren met Daniël, want toen dacht ik, wat ga ik hier nu vertellen vandaag? Er is al heel veel verteld, maar ik moest zelf terugdenken. Ik ben hier opgegroeid en ik fietste vroeger altijd, ik begin met een klein verhaaltje, ik fietste vroeger altijd van Rijen naar Tilburg toe. Dat deed ik 's ochtends vroeg, elke dag. En af en toe kreeg ik wat geld mee, mocht ik met de trein, maar dat stopte ik dan altijd in mijn zak, want dan kon ik iets lekkers kopen op school. En op een gegeven moment ben je een beetje puber en dan wil je eigenlijk niet meer naar school. Dus dan heb je eigenlijk niet zo zin om 's ochtends op tijd op school te zijn. En toen fiets ik samen met een vriend van mij, Bas, naar school toe. En ik zei van, hoe kunnen we nou te laat komen? En toen hadden we het idee, want vroeger had je nog een passer in je tas zitten. Zo'n waar je zo rondjes mee kon draaien. En toen dachten we, als we nou die passer eens pakken en onze band wegsteken, kunnen wij te laat op school komen. Dus wij, één gaatje erin, maar ja, met één gaatje loopt die niet leeg. Dus wij meer gaatjes erin. En uiteindelijk was het ons gelukt, we hadden een lege band. Wij komen uiteindelijk aan op school en uiteindelijk bij de conciërge en dan moest je een briefje vragen en dan mocht je weer op tijd in de klas in. Hij ging niet eens kijken naar onze fiets, dus we kregen gelijk een briefje mee. Dat hadden we ook anders kunnen doen natuurlijk. Smiddags hadden we een beetje moeite, want je kan niet met de lekkere band naar huis, dus moest je ouders bellen. Dus wij belden onze ouders van, kan je ons opkomen halen? Nou, ze kwamen ons ophalen en toen brachten ze de fiets naar de fietsenmarkt. En dat kan tegenwoordig dus ook hier. Ja, naar Paul in het Groen of Vermette was het toen de tijd, hè? Dat klopt helemaal. En een fiets werd daar gemaakt. Op een gegeven moment kwamen die ouders terug van, ja, er zaten echt heel veel, de fietsenmaker vertelde, er zaten heel veel gaatjes in die band. Hoe kan dat? En wij maar volhouden dat we over rijpunaises heen waren gereden. Dat het allemaal niet goed was. Ik moest aan dit verhaal denken. Achteraf dachten we, we hadden ook ons ventiel los kunnen laten lopen en daarna weer vast kunnen draaien. Dan was het gewoon ook opgelost. En hij kwam niet eens kijken, dus volgens mij hadden we onze band ook vol kunnen laten. Maar ik moest eraan denken, want ik had een gesprek met Daniël. Hoe vaak jullie fietsen repareren en fietsen maken. En toen dacht ik, als je zelf bij hebt, dan kan je hem niet plakken. Dus dan moet er weer een nieuwe band in. Maar uiteindelijk kunnen jullie hem maken. En ik hoorde dat jullie eigenlijk een heel hoog slagingspercentage hadden. Ik had daar net nog even een gesprek, daar zaten ze vandaag op 60%. En jullie zitten tussen de 80% en 85%. En eigenlijk, het is wel leuk, want dit past eigenlijk ook heel mooi bij wat wij als gemeente willen. We hebben onlangs onze duurzaamheidsvisie vastgesteld. En dat is een heel mooi woord, maar uiteindelijk gaat het mij, hebben hier heel veel raadsleden aanwezig, ook vooral over het de aarde mooier doorgeven aan volgende generaties. En een van die punten daarin is circulariteit. Heel mooi woord. Maar dat is gewoon hergebruik van spullen. Of liever gezegd, juist geen nieuwe spullen kopen, want dat is eigenlijk nog circulairder. En daarom vinden wij wat jullie hier doen zo heel mooi. En wat ik daar ook nog bij wilde vertellen, wat ik ook heel mooi vind, is dat er hier een soort ontmoeting plaatsvindt. Hè? Vandaag is het druk, maar ik kom hier wel eens vaker binnenlopen. En dan zitten er hier altijd gezellig mensen aan tafel. Die vonden deelt gebak uit en koekjes en al dat soort dingen. Dus dat vind ik eigenlijk ook heel belangrijk. Dus iedereen kan hier een praatje maken, gezellig bij elkaar zijn. En dat doen jullie hier. En dat doen jullie hier allemaal in het geel. En jullie hebben een bijnaam, heb ik gehoord. Ja, de gele kanaries. De gele kanaries. En dat vinden wij hartstikke tof als gemeente. Jullie doen het voor mensen met een kleine beurs. Het hergebruik van spullen is super mooi. Jullie kunnen dat niet zonder sponsors, zonder soms een klein beetje hulp. Dus toen heb ik, wij hebben het als college, maar Marianne is ook aanwezig, hadden we het erover gehad van, wat kunnen we dan geven? Ik had het ook nog even gevraagd aan Daniël. Toen dachten we, geven gebak, maar dat wordt dan geregeld hier, dus dat hoefden wij niet te geven. En toen vertelde Daniël, je kan met een mooie praxisbon, kan je ze heel erg helpen, want dan kunnen we nieuwe dingen van gekocht worden of dingen van gemaakt worden. Dus die hebben we gehaald. We hebben er een iets groter bedrag van gedaan. Want normaal krijg je bij 10 jaar bestaan een standaard bedrag. Maar wij dachten, omdat jullie zoveel doen, zoveel mensen helpen, hebben we het bedrag iets groter gemaakt. Die wil ik zo direct officieel aan jullie overhandigen. Wat ik mooi ook nog vond als laatste, wat ik nog wilde zeggen, jullie doen ook een beetje zendingswerk, hè? Want jullie hebben ervoor gezorgd dat in Geelze
Ook een hypercafé is, dus ik vind dat super gaaf. Ik denk één groot, tot slot, één groot applaus voor alle Gele Canaries hier. Ik denk dat het ook goed is dat er voor de pers, zullen ik dan even gezamenlijk een foto maken met alle Canaries erbij. Ja, en de mensen die geholpen hebben. Straks ik geef officieel aan jou, ik geef een dikke hand bij. En nog 10 jaar erbij meer en gewoon doorgaan. Jij onder het doel? Ja, onze ontwerper die wilde een bandslijpmachine. Ik hoop dat anders krijgen we wel een appje via. Ik zie hier heel veel raadsleden zitten, dus dat moet goed komen. Dus ja, vast goed komen. Proficiat en super gaaf. Dank je wel.